Yo mensen van Noemer Gamer, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe episode van Minecraft de Hunkerlinse server. Ik ga proberen te winnen deze mooie server, de Skylands Minecraft server. Maar niet altijd gaat het goed, maar soms wel. Dus leuk dat jullie allemaal weer kijken. Laat natuurlijk even een like achter als jij zin hebt om deze video te kijken. En natuurlijk als jij meer van de Hunger Games wilt hier op Noemer Gamer. Ik vind het persoonlijk super chill om te doen. Soms ga ik dood, soms blijf ik leven. Ligt er een beetje aan in welke map we zitten. Deze keer zitten we in een vrij chillen map, moet ik toegeven. Het is een beetje een moeilijke map, maar hij is te doen als je gewoon een beetje goede loot krijgt. Dus 3, 2, 1 en let's go. Ik hoop, ja, ik ben sowieso de eerste bij deze chest, dus ik heb sowieso een bel, een broek, wat eten en dat is fucking awesome. Dus ik kan er sowieso wel tegenaan. Ik heb ook TNT, alleen op een of andere manier werkt dat TNT nooit erg goed bij mij. De vorige keer zijn we jammer genoeg dood gegaan door iemand die het leuk vond om mij te gaan killen met zijn enchanted sword. Hoe, dat is mijn lievelings-Pokémon met Kip. Nou, mijn lievelings-Pokémon, ik vind het echt een hele chille Pokémon. Ik weet niet echt waarom. Het is niet echt een reden voor waarom ik Mudkip een toffe Pokémon vind, want het is niet zozeer een hele sterke Pokémon, want de evaluaties na Mudkip heb ik echt niets mee eigenlijk. Maar Mudkip over het algemeen vind ik niet een hele verkeerde Pokémon. En jij gaat sowieso dood, vriend, kan ik je vertellen. Nice. Je had ook gewoon helemaal niets bij je. Oh ja, hoe dom kun je zijn? You're being fucking serious. Je gaat me slaan met je vuisten. Dat is toch niet slim, dat doe je toch niet? Ik bedoel, als je ziet dat ik net iemand gekild heb met een bel, dan weet je toch dat je mij niet met je vuisten moet gaan slaan. We zijn net een halve minuut begonnen. Ik heb al 2 mensen kunnen killen. Dat vind ik toch wel awesome over het algemeen. Er is daar trouwens iemand, of niet? Oh, ik dacht wel even dat ik iemand zag lopen. Jammer, anders had ik die ook even kunnen killen. Oké, hotse vlot. Ik ga proberen zoveel mogelijk kills te maken uiteraard. Maar dat is natuurlijk waar het om gaat hier in de Hunger Games. Ja, het is natuurlijk niet echt dat je zoveel mogelijk kills moet maken. Maar het zal leuk zijn als je lekker veel kills maakt. Dus bij deze. Hoppakee. Aan de kant, bitch. Ik wil je killen. Ik hoop dat ik deze keer een keer kan winnen. Je weet wat dat is met de Hunger Games. Ik kan eigenlijk altijd wel in leven blijven. Tot en met de deathmatch. Dat is in principe niet voor mij een heel erg groot probleem. Alleen bij de deathmatch moet ik gewoon super goed voorbereid zijn. Wil ik ook echt daadwerkelijk winnen. Want bij de deathmatch is het vaak zo dat je bij heel erg veel mensen ziet die een VIP-kit hebben. En als je met mensen zit die een VIP-kit hebben, dan zit je toch wel met een klein probleempje over het algemeen. Dus dat is altijd wel een beetje het nadeel met de deathmatch. Maar als je gewoon een beetje goed je best doet en je probeert gewoon een beetje de players te ontlopen, tegen elkaar op te zetten, dan moet het helemaal goed komen. Ja, hij gaat een kopweb neerzetten. Let maar op, hij gaat dat proberen. Ik denk dat hij een kopweb gaat proberen neer te zetten. Dat ik dan in de hoop dat ik er dan in kom. Maar ik heb een zwaard. Of nee, ik heb geen zwaard. Dat is wel jammer. Oh kut, hij gaat sneeuwbal op me gooien. Hij is bang. Hij heeft wel zo'n unlimited snowball ding. Nog niet slim, vriend. Nu ben ik alleen nog maar dichterbij hem. Oké, ik kan bijna niet meer rennen, dus ik moet snel zijn. Ja, jij kan geen kant op, vriend. Jij kan geen kant op. Oh, daar ben je. Ik wou net zeggen, jij kan geen kant op. Oké, wat heeft hij? Hij heeft wel veel eten bij zich over het algemeen. Dat is fijn. Hier zit trouwens ook nog chest. Dat is hartstikke mooi. Dan kan ik daar ook gelijk even de loot uitpakken. Oké, 2 TNT. Heb ik hier nog meer? Oh, nice! Een knockback voor. Oh, jammer, je knockback. Dat vind ik altijd zo kloot om te hebben. Oh, ik heb nice. Ik heb nu ook zo'n snowball shooter. Awesome. Ik hou echt heel erg van snowball in deze server. Ik vind echt fucking awesome. Dus nu kan ik sowieso mensen dubbel goed van me afhouden. Ik heb namelijk en een knockback sword en een knockback golden ingot die ook nog eens sneeuwballen kan afvuren. Dat is dus een vrij goede combinatie. Het knockback sword zorgt ervoor dat mensen van je afblijven, dat ze ook nog eens damage doen. En dit doe, ja, hier krijgen ze ook damage van, maar echt in hele kleine termen eigenlijk. Dus dat is wel wat minder. Ja, maar vriend, ik heb precies hetzelfde. Dus ik weet niet waar je nu moeilijk me over doet. Maar ik kan jou net zo goed raken hiermee. Oké, weet je wat ik doe? Ik ga hem proberen te ontlopen. Kijk, hij raakt me toch niet nu. Hij gaat me waarschijnlijk wel raken, maar... ik ga proberen te ontlopen. Kijk, ja, hij is al weg. Hij denkt van, oh, dit gaat niet goed komen. Wel fijn dat het unlimited is, maar soms is het ook wel vervelend. Kan ik een TNT op hem gooien? Gaat me dat lukken? Misschien wel, ik weet het niet. Zal ik het proberen? Ik ga het gewoon proberen. Moet ik wel even iets meer naar boven gaan natuurlijk, anders is het wel een beetje lullig. Zo, nice. Heb ik hem... het ontploft ook gewoon niet, hè? Fuck you. Ja, ik heb hem ook nog kunnen killen ook. Nice. Zo, even wat gear erbij. Ik heb mijn gear niet eens aan. Ja, moet je nagaan. Ik kan mijn gear krijgen, maar ondertussen niet eens aan. Dat is echt de perfecte motivatie als je gear krijgt. Nou, in ieder geval, dat is geregeld. Oh, kut. Zat er nou ook nog een schep in? Oh, die had maar een breaking 2. Daar heb je natuurlijk geen ene reet aan. Maar ja, je kunt er wel lang mee doorgaan natuurlijk. Maar het is iets beter als een vuist om het even op die manier te benadrukken. Dus je kunt er niet heel erg veel mee. Maar toch, het is iets. Over het algemeen gaat het vrij lekker. Ik heb eten bij me, maar sowieso wel iets wat heel erg chills. Want eten is best wel erg van belang. Heb ik een bow bij me? Nee, ik heb geen bow bij me. Wel pijlen. Meestal is het omgekeerd. Dan heb ik echt nooit pijlen bij me, maar wel een bow. Maar deze keer heb ik dus eindelijk eens een keer pijlen. En heb ik weer een bow bij, wat vrij kloot is als je het zo bekijkt. Kan ik hier... Oké, was... ja, eer, dat had ik... Oké, dat deed echt fucking veel damage. Dus ik ben blij dat ik hier nu nog ben. Ik ga even... oh nee, potion of strain. Ik moet eigenlijk even iets anders nemen. Heb ik een potion of healing? Nee, die heb ik niet bij. Maar die heb ik hier. Die ga ik gewoon even nemen voor de zeker. Want ik wil namelijk niet doodgemaakt worden. Hotsflos is wat fijner. En ik ga ook gelijk heel even kijken of ik iets anders kan nemen. Ja, ik neem ook wel even een speed potion. Hotsflos is ook wel fijn. Zo. Nice, oké, dan kan ik weer even tegenaan. Dat is fijn. Ik heb natuurlijk ook een potion of healing net genomen. Dus dan word ik ook lekker snel geheeld. Dat is ook mooi. En dan ga ik eens even kijken of ik nog wat players kan killen. Wat natuurlijk de bedoeling is van de Hunger Games. Het zou natuurlijk hartstikke fijn zijn als ik weer wat meer betere gear zou kunnen krijgen. En geloof me, ik heb echt niks te klagen met de gear die ik nu heb. Soms heb ik echt een gear waarvan je echt gewoon zegt van oké, stop maar gewoon met het potje. Want dit gaat hem niet worden. Zoals bijvoorbeeld alleen maar dit. Als je alleen maar een spade of mine ketel hebt met een breaking 2 die dus 1 damage doet. Dan heb ik er dus echt puur over een wooden shovel. Want een iron shovel of een diamond shovel kun je nog wat damage mee doen. Maar ook met een wooden shovel kun je dus echt
gewoon geen ene reet. Dan ben je dus eigenlijk gewoon ten dode opgeschreven bij iedereen die zeg maar, oh kut, het ging dus al bijna verkeerd. Ik heb mezelf echt bijna de dood gegraven. Oeh, nice, deze Fire Spec 2. Let op, let op, let op, hij komt op me aflopen. Kijk, hij komt op me. Oh, kut, 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 hij is goed, hij is goed. Ik moet geen fitty hebben met hem, denk ik. Kijk, ja, daar schrok hij even van, hè. Kom dan. Oh, oh. Kom maar, bitch. Fuck you. Oh, oh. Oh, oh, één hartje, één hartje, één hartje. Snel weg, Job. Hij gaat met pijlen opschieten. Hij gaat sowieso met pijlen opschieten. Ik heb Potion of Swiftness. Oh, wat is dat fijn. Nu ben ik echt zo blij mee dat ik die heb ingenomen. Anders was ik sowieso keihard dood geweest nu. Echt zo lucky ben ik, hè, dat ik die heb ingenomen. Als ik die niet had ingenomen, dan was ik nu dood geweest. En ik ben best wel goed in parcouren. Dat is momenteel ook alweer een heel groot voordeel. Dan kan ik hier lekker snel naar boven komen. Is hij nog achter me aan? Ja, hij is nog achter me aan. Maar hij gaat me toch niet killen. Hij kan me nooit bijhouden. Dat is mooi. Snel weer op. Weg, 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 weg. Komen ze achter me aan? Ik denk het wel. Nee! Snel. Heal me. Nou, ik moet echt geheeld worden nu, jongens. Bijna doodervaring. Bijna doodervaring. Als ik nu dood ga door falling damage, dan wil ik nu met mezelf leven. Echt, het is zo lullig. Oké, rustig, Job. Is je dichterbij? Zo. Oké, het gaat goed, jongens. Het gaat goed komen. Ik ben dood. Oh my god, dat is vervelend. Mensen met enchanted gear zijn zo irritant. Dat is echt gewoon niet te benadrukken woorden. Zo vervelend. Dat ik misschien de volgende keer voor de afwisseling wel eens een keer in een andere server ga spelen. Niet om het feit dat dit een kut server is. Alleen wel om het feit dat deze server een beetje vervelend is met enchanted en VIP. Maar toch bedankt voor het kijken. Dan like op deze video. Abonneer op Doomer Gamen. En tot de volgende keer bij een nieuwe episode van Hunger Games. En dan zeg ik, later mensen.